wij moeten niet langer modderen in de oude NSB. En daar zijn we het ook heel roerend mee eens. U weet ook als leden dat wij dat nooit hebben gedaan. We leven nu ongeveer 21 jaar na de bevrijding. En u hebt onze openbare verhalen nooit over gehoord. Nu dit aan de orde is, hè, en nu dit hier ook weer aan de orde wordt gebracht, niet door ons, maar door de vragenstellers, moet ik u zeggen dat dit begonnen is bij de VVD. Die is in de Eerste Kamer tegen meneer Arends begonnen. En toen heeft direct de Partij van de Arbeid, die heeft erop ingehaakt. En later hebt u kunnen zien dat in verschillende raadsvergaderingen, en u hebt ook kunnen zien in de Kamer, dat alle partijen zich aangesloten hebben bij de VVD en de Partij van de Arbeid. En dat ze dus allemaal wat dit punt hebben afgegeven op de Boerenpartij. Wij moesten toen wel wat. De heer Adams die is bij ons weg. Het is voor ons een afgedane zaak. Die is geen Kamerlid meer. Maar omdat ze in de Kamer ons dwongen van noem nou dan maar eens namen. Toen hebben we daar een stuk of 5 namen genoemd. Dat is voor ons helemaal niet moeilijk. We kunnen er ook wel 100 noemen. Want er zijn er honderden oud-leden van NSB die een openbare functie hebben in de grote partijen. Maar toen we daar dus een paar namen noemden, toen werd er gauw een motie ingediend van afkeuring om een einde aan het debat te maken. Want men vreesde dat er nog meer te berden kwam.